Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Nee, jullie zijn natuurlijk niet hier om mijn nieuwste chanson te beluisteren. Alhoewel, nee, het is, jawel, museumnacht. We komen niet voor een rondvaart, nee, we komen daarvoor. Arti et amicitia, wat ik waarschijnlijk verkeerd zeg, maar het is helemaal niet erg. Want dat doet iedere Amsterdammer. Arti, kunstenaar Société, is onderdeel van de museumnacht. Jardi Pacopacu e fumare, Medolantose. Je ziet hierachter nog het interieur van Arti. Het is zeer beroemd in Amsterdam. Er hangt zelfs een Breitner schilderij. En onder dat schilderij staan vandaag diverse bands, performances, wat dies meer zij. En boven, in de meest, de meest prachtige tentoonstellingzalen die Amsterdam rijk is, in het centrum, die zijn vanavond verduisterd. En wij gaan straks even de curatoren vragen waarom, hoe en wat. Zij brengen woorden samen, onze poëten, woordengevers. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor Menno Wichman. F. Stariken, Arthur Beker. Gras overwoekert de wereld. Overal steekt het de kop op. Kijk maar tussen de tegels. Het laat zich niet wegschoffelen, uitroeien, plattrappen. Gras is overal. Gras overwoekert alles. Arti is vandaag voor de gelegenheid geheel en al verduisterd. Dus die bril, die slaat nergens op. Want je ziet toch geen bal boven. Geen bal. Iedereen krijgt een lampje. Kijk mensen. Een laplampje. Of je kan een app downloaden. Ja, zo modern zijn ze hier wel. Om de kunst te bekijken. Is dat nou die app? Ja, dat is een staklamp-app. Dus dat zit niet standaard op je telefoonnetten? Op mijn mobiel, nee. Ik wist dat ik hier naartoe kwam dat je staklamp nodig had. Dus had ik gewoon via de App Store gezocht, via de keyword staklamp, en heb ik eentje gevonden. Dus. Mensen, iedereen in Arti is hier ingezet. Een van de bestuursleden, uw naam? Merapi Obermeijer. Heeft zich aangemeld om deze avond te doen. Ik denk, je ziet als je bestuurslid, dan vergader je en zo. Maar het is natuurlijk ook leuk om in de praktijk gewoon eens mee te doen met iets. Ja, nou, geslaagd, want we dachten al dat u de kraanvogel deed, maar dat waren oefeningen. We houden het bij een performance. We staan hier met Sam Andrea van The Local Spastics. Vanavond ga jij je gaat een performance doen met de ganse band. De ganse band, inclusief nieuwe drummer. Oei. Bram Zwarte. Toi, toi, toi. In a different way because it's so dark and with the lights. Yeah, I think you look a lot more closely because you have to go up really close and use your light to focus on details. Where are you from? England. It's not a painting.
Rinus, samen met monsieur Fran Franciscus heeft u dit werk gemaakt. Jullie maken een hele serie van portretten. Dit is er één van. Is dat een random keuze dat je deze vrouw voor deze expositie hebt uitgekozen? Want het is een uitgaansvrouw, mensen. Maar heeft dat daarmee te maken? Ja, maar je kan er een thema van maken. Frans heeft natuurlijk ingericht samen met Arjen. De twee curatoren, die gaan we nog even spreken. Precies. Maar het is, als je een beetje rondkijkt, het is natuurlijk duister en een beetje morbide. Maar het zijn ook wel sprookjes. En volgens mij is het een beetje Death and the Maiden. Maar dat is mijn interpretatie, hoor. Ja, nou ja, goed. Het is 50% your work. Ja, precies. Yeah. I'm not suffering as more, but it seems to be the problem. Ew! Waar leven niet floreren kan. Ik ben een vlakte waar adem niet gehuisvest kan worden. Ik ben de laatste seconde van een opgebrande zon. Cleo Kampert, oud-Roxy-corrivee, ja. En mezelf. Wat ben jij hier aan het doen? Nou, ik ben foto's aan het maken van de nacht natuurlijk, hè? Nog steeds weer. Ja, van de museumnacht of Artie in particular? Artie in particular. Ik vind het hier echt heel bijzonder. Ben je hier wel eens eerder geweest? Nee, ik ben hier nog nooit eerder geweest, nee. Wat breng je hier? Het thema brengt me hier. Dat het in het duister is. En dat, ik had er nog nooit van gehoord van deze locatie. En dat is ook de reden waarom ik hier naartoe ben. Het is het beste interview ever, want hij zegt precies wat we willen horen namelijk. Nog nooit geweest en het thema spreekt hem aan. En bovendien staat hij ook nog naar een schilderij van mijn beeldenis te kijken. Nou, wat wil je nog meer? Dankjewel. Kun je maar vertellen wat je in je handen hebt dan daar? Nou ja, het is niet een schilderij van mij. Ik ben wel geschilderd, maar ik heb daar een scheermesje. Het is een heel oldschool scheermesje. Ja. Maar niet helemaal achter. Ja, maar het is zo, ik had het vandaag al over van, het is zo ouderwets, dit soort scheermesjes, dat mensen van jouw generatie, want hoe oud ben jij? Ik ben 27. Weten dat niet meer, godzijdank. In het duister bloeit de hoop. Zodra het licht wordt, verschuilt het zich, mensenschuw. Precies, ja, maar ik heb veel plaatsen al geweest, behalve hier was ik nooit geweest, dus ja. Dus wat dat betreft is de mission geslaagd van de curatoren dat jullie hier zijn geweest. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou ja, laten we hopen dat ze vaker komen. Ja, wij komen zeker terug. Kijk, goed antwoord. Ik geef je zo geld. Mensen, we staan hier met Erwin en Erwin. Zeg, jullie zijn echt al uren binnen. Wat vinden jullie ervan? We hebben nog steeds niet alles gezien. Een expositie waarin je in het donker met een lampje en een drink kan lopen. Waar hebben we dat eerder meegemaakt? Nergens toch? Nee, dat is niet waar. We hebben het gewoon gepikt. Het is al eerder voorgekomen. Er was ooit een tentoonstelling, die heb ik samengesteld met een aantal mensen. En dat was een tentoonstelling die heette de Knijpkatclub. Zoiets, zoals ja, dit. Ja, de Knijpkatclub. En dat was een idee van een paar kunstenaars. En die hebben dus bedacht van dat alles in het donker moest gebeuren. En dat de kunst, dat je zelf de kunst moest belichten. En, dus ook, en elkaar ook. En dat maakt het ook heel spannend als een soort theater. Maar ook de kunst ontdekken, gewoon doordat je heel geconcentreerd naar het beeld kijkt. Doordat je zelf die lamp erop moet richten. Ja, bovendien vonden we het in deze tijd, dit culturele klimaat, wel belangrijk om eens even te laten zien dat het licht bijna uitgaat voor de cultuur. Dus wij hebben het alvast uitgedaan en je moet het nu zelf opzoeken. Dat is eigenlijk een beetje het concept. En het fijne van dit geheel is dat alles wat deze mannen zeggen,
klopt. Ja, dat klopt. En het is ook uitgekomen, want laten we wel zeggen, de bezoekersaantallen, chapeau. Ja, een rij voor Artie, het is ongekend. Dit is niet de enige goede tentoonstelling die hier is. Er zijn hier eigenlijk altijd wel goede tentoonstellingen, maar jonge mensen weten het helemaal niet. Bent u al vaker in Artie geweest? Ja, toevallig wel, ja. Het idee van de expositie sprak u aan. Ja, ja, ja. En ik was benieuwd wat voor werken jullie zouden uitkiezen. En wat is uw rapportcijfer? Ik denk wel een... Ik sta nu met een gun, hè, in uw rug. Oh, ik voel dat inderdaad. Nou, een 8. Voor bepaalde dingen, vooral die gorilla vind ik erg goed. Ja. En dat ding vind ik erg goed voor in het donker werken. Dat is een suppose, hoor. En dat ding dat, met die glazen. Ja, ja. Nee, die suppose niet, maar die daar. Die... En kijk eens, de kunstenaar Martijn Overwil, geen onbekende, ook tevens lid van Artie... Heeft een knijpkat bij zich. Wist jij dit allemaal? Dat ik lid was. Dat bedoel ik. Ze niet. Het enige kunstwerk wat de mensen die deze expositie bezoeken kunnen ervaren en jullie op de film niet. Want het is namelijk een soort... wat is het? Kom eens. Vertel even, wat voel je? Je moet er tegenaan gaan staan. Niet zo heel veel. Ja, het trilt een beetje. Het klinkt alsof de boel instort. Ja. Dat gaan jullie allemaal thuis niet meemaken, maar wel al deze mensen. Dames en heren, even, we horen nu de alarm. Dat is de rookmelder van Artie. Er is dus geen brand, geen paniek. U heeft het pas naartoe, u kan terugkomen.